Goedendag, welkom. Er is weer een andere aflevering van geen interactief, maar dit is de nieuwe politiek hier op deze mooie dag. Dan moet ik mijn mic zetten, Berto. Dankjewel voor de wijn. Dat gaat zo in de live uitzenden, omdat Danito erbij is. Je vergeet alles. Maar goed, welkom bij een nieuwe aflevering van de nieuwe politiek hier bij DTV. Nou, we gaan serieus praten over zaken die constant verkeerd gaan in Suriname. En dat hebben we gisteren ook gezien in de Nationale Assemblée, waar er gesproken wordt over de algemene politieke zaken. Algemene politieke beschouwingen, maar ik nou. En het is gisteren super misgegaan, omdat parlementariër de heer Yogi was niet zo blij met de voorzitter en heeft wat krachttermen gebruikt, die wij dus dan niet in deze uitzending kunnen gooien. En dat hij voor Djougou gezorgd. En natuurlijk wilde hij reageren op meneer Rusland, de voorzitter van de NPS, die heel wat zaken uit de doeken heeft gedaan. En dat ding is helemaal verkeerd gegaan. Mevrouw Harriette Ramdien, die was op dat moment voorzitter van het parlement. En zij heeft wat moeten horen, hè? Heel veel moeten horen. Aan ons is ook verteld dat meneer Bova ook krachttermen zou hebben gebruikt. We hebben dat niet gehoord, omdat dat naar alle waarschijnlijkheid buiten de uitzending is gedaan. Maar ik wil Melvin Bova daarover praten, of daarover spreken. En dan gaan we dus dan verder. Vandaag hebben we in de studio de heer Fischnudator. Met hem zullen we verder praten. Maar laten we even kijken wat Melvin Bova te zeggen heeft over wat er allemaal gezegd is in het parlement en hoe zaken verder zijn gegaan. Ik zei het al, het is een constante broeia, broeia, sani, blunder, blunder, hier en daar en overal, constant. En je vraagt je af, wanneer houdt het nou even op? Maar goed, we bellen even met Melvin. We hopen dat hij zijn telefoon pakt, want ik heb eerder met hem gesproken. En voor deze uitzending heb ik nog een afspraak met hem dat hij dus dan even zou opnemen. Hij zit in het parlement en ik hoop echt dat hij dus dan de telefoon gaat oppakken. Anders moeten we gewoon verder gaan hier met... Nee, het lukt niet met meneer Fischendat. Waarschijnlijk zal hij terugbellen. Meneer Fischendat, welkom in de uitzending bij ons. Goedemorgen, heer Harderwijk. Ja. Kijkers, dit moet u... Een hele goede morgen. Ja, mooi. Geweldig. We gaan dus dan even praten over het parlement en de zaken die dus dan gebeuren. Ik zei het al, we merken een soort van trend van blunders overal in Suriname. En op momenten waar je denkt van, hey, dit zou niet moeten gebeuren. Gisteren nog sprak ik met meneer Boldewijn over de bewerking van de Surinaamse vlag. We hebben gezien dat, in naar alle waarschijnlijkheid, om een beetje sympathie te tonen aan de mensen die omgekomen zijn, de familieleden, in het Matawai-gebied, hebben ze dus dan zwaard erbij gezet en allerlei dingen. En dat mag niet bij de Surinaamse vlag, zegt men. En nu zien we dan, na een paar uren, zien we dat in het parlement we weer een soort van poppenkast hebben gezien. Hoe heeft u gekeken naar die ontwikkeling? Nou, om het eerst te hebben over de Surinaamse vlag. Ja. Voor zover mij bekend is dat vastgelegd bij wet. Mm-hmm. Hoe die vlag tot uiting gebracht moet worden. Ja. Ook als het gaat om presentatie en de symboliek daarvan. Rouw betuigen is een goede zaak. Want daarmee benadruk je een aantal aspecten. Maar het misvormen van de Surinaamse vlag, mm-hmm, brengt ook bepaalde symbolieken in gevaar. En in dit geval zou ik, als ik het voor het zeggen had, had ik misschien gekozen voor een rouwbandje om de arm. Ja. Een bepaalde broche of een bepaalde badge die de uiting zou brengen. En die een ieder zou moeten opspelden. En mensen die dat niet zouden opspelden, want dat is nou eenmaal een feit in een democratische beleving. Mm-hmm. Zij die het niet zouden opspelden, die zouden dus eigenlijk een signaal afgeven dat ze er niet eens mee waren. Ja, ja, ja. Dus die wisselwerking zou je daar ook teweeg kunnen brengen.
goed, ook kijkend naar hetgeen wat zich gisteren heeft voorgedaan in de Nationale Assemblée, vind ik het een zeer kwalijke en treurige, een droevige gebeurtenis in de politieke, in het politieke landschap van Suriname. En menig een weet dat ik geen fan ben van DNA. Waar je dus eigenlijk de trias politica moet hebben, waar DNA zijn controlerende taak zou moeten uitvoeren richting de uitvoerende macht, is vaker geconstateerd dat ze verzaken. En dat is niet alleen bij deze regering hoor, ook bij voorgaande regeringen. Maar er was beloofd dat deze regering verandering zou brengen. Dingen zouden anders opgepakt worden. En daar had het volk ook vertrouwen in. Nou, wij weten als geen ander dat een heleboel zaken gebakken lucht is geweest. Dat een heleboel zaken uit de duim zijn gezogen en een heleboel niet gerealiseerd zal worden. Kijkend naar DNA heb ik in der tijd ook aangegeven dat DNA-leden moeten voldoen aan een bepaalde profiel. Met andere woorden, je moet een bepaalde opleiding hebben genoten, je moet een bepaalde achtergrond hebben en je moet de kwaliteiten en capaciteiten hebben om een discussie te voeren, maar nog belangrijker, om een discussie in dat gesprek ook te pareren. Ja, ja, ja. Want het gaat niet alleen om zeggen, het gaat ook om luisteren en daarop reageren, repliek geven, onderbouwde repliek. En je merkt dat in DNA er een, als het ware, sterspelers zijn. Alle 51 DNA-leden zijn gelijkwaardig. Ze hebben dezelfde rechten, dezelfde plichten. Maar het zijn steeds dezelfde mensen die uitschieten en praten. Ja. Wil dat zeggen dat de rest gewoon meelopers zijn? Wil dat zeggen dat ze ondeskundig zijn? Wil dat zeggen dat ze daar voor popje pad toe zitten? Die indruk gaat bij mij ontstaan. En dat is niet alleen nu het geval, al een tijdje. Ongeveer 2 jaar geleden ben ik begonnen met een softe warning signaal af te geven richting DNA wat van ze verwacht werd. Want je zag dat het allemaal een uitholling was van dat instituut. Je zag dat het allemaal ja-knikkers waren en meepraters. Dus in plaats van de regering kritisch te toetsen, te beoordelen, maar ook te begeleiden, want we moeten niet alleen kritiek leveren, we moeten ook begeleiden, want het gaat om het nationale belang. En daar zie ik ook een belangrijke bijdrage vanuit DNA, dat ze proactief bepaalde zaken gaan oppakken. Ja. Waar je ziet dat de regering dus eigenlijk al begint af te dwalen van de koers, dat je dan gaat ingrijpen als DNA. Nou, dat is niet het geval. Wat ook een behoorlijke splinter is in de ogen van menig één, niet alleen in Suriname, maar internationaal, is dat DNA-leden, dus je ziet ook bijvoorbeeld dat coalitieleden en fractieleiders wel eens heel fel naar voren komen in hun betoog, zaken aankaarten, bijvoorbeeld neem maar het geval van de OMO's. Daar is een fractieleider, de VHP-fractieleider trouwens, is heel scherp naar buiten gekomen en heeft aangegeven Asan en Rocco. Dan zie je dat tot op heden die OMO's nog steeds in de samenleving hun werking hebben. Ja. Als iets niet werkt en je hebt het ook goed kunnen onderbouwen, dan moet je dat ook een halt kunnen toeroepen. Ja? Want in het felle betoog hadden menige Surinamers vertrouwen dat het gestopt zou worden. Want zo'n betoog was toch redelijk opgebouwd. Maar uiteindelijk zie je dat het allemaal met een sissertje afloopt. Dat moeten we niet hebben als DNA-leden iets op tafel leggen, een onderwerp aankaarten, moeten ze ook voor de volle 100% erachter staan. En ervoor zorgen dat het niet slechts bij het woord blijft, maar dat het ook daadwerkelijk uitgerold en geïmplementeerd wordt. Dat het resultaat behaald wordt. Wil men een advies geven aan de regering, dan gaat men andere woorden moeten gebruiken. Gaat men een andere manier van betoog daar moeten houden. Maar als je een betoog daar houdt richting het volk, dan heeft het volk dan op dat moment een denkbeeld in van dat het goed gaat eindigen. Ja, ja. Dus je creëert ook indirect een bepaalde perceptie die je gaat backfiren. En dat is nu het geval binnen de samenleving. Ondanks dat je met goede ideeën komt, zegt het volk, die man zit weer uit zijn nek te kletsen. Snapt u? Dus het vertrouwen is op dermate niveau gedaald dat
ja, we dit ook niet meer serieus kunnen nemen. En als dezelfde DNA-leden er een rommel van maken, want ik hoorde u net zeggen, er zijn krachttermen gebruikt, die hier in de uitzending niet gebruikt kunnen worden, dan zullen het best wel vervelende woorden geweest zijn. Mm-hmm. Want in Suriname heb je een aantal gangbare woorden die vroeger eigenlijk scheldwoorden waren, maar die tegenwoordig meer woorden zijn van matties en ga zo maar door. Het is vakjargon geworden in Suriname, om het zo uit te drukken. Inderdaad. En wat we ook zien, is dat regie in DNA eigenlijk ontbreekt. En dat heeft niet te maken met de voorzitter die gisteren gefungeerd heeft. Dat heeft ook te maken met de echte voorzitter en de vicevoorzitter. Je ziet vaak dat sturing daar, als bepaalde sprekers aan het woord zijn, dat correctie of sturing uitblijft. Ja? En dat men elkaar gewoon de ruimte daar geeft. Terwijl een voorzitter of degene die de hamer op dat moment hanteert, objectief moet zijn. Ja, ja. Maar ik heb gekeken naar die hele situatie van gisteren. Want ik gisteren laat in de avond, bijna 1:00 in de ochtend, ben ik weer gaan kijken naar die DNA-vergadering. En eigenlijk, men is begonnen om elkaar te beschuldigen van heel wat. Het is begonnen bij meneer Yogi. Meneer Yogi, maar ook bij de NPS-voorzitter. Met allerlei dingen, ze beschuldigen elkaar van allerlei zaken. Dan denk ik bij mezelf, is dit wat wij willen? Is dit wat eigenlijk moet gebeuren bij zo'n belangrijke vergadering? En dat is dan ontart natuurlijk, ja, want daar komen gevoelige dingen langs. Want meneer Yogi, meneer Rusland, de voorzitter van de NPS, die zei op een gegeven moment van, omdat NPS niet mee wilde werken met grondconversie, met Yogi en val NPS aan. En dan denk ik bij mezelf, was dat nodig op dat moment om aan te kaarten? Als we kijken naar het woordje APB, algemene politieke beschouwingen. Ja. En dan willen we even de nadruk leggen op het woord beschouwingen. Mm-hmm. Dan zit daar al het woord van reflecteren in. Dus je gaat een reflectie plegen op hetgeen wat door de regering is gerealiseerd, is neergezet en ga zo maar door. Dus dat men terugkijkt voor die regeerperiode is goed, want daar leren we van. We moeten in dit land leren van reflectie en het liefst ook zelfreflectie, mm-hmm. maar ook om te luisteren naar anderen die met goede ideeën komen. Nou, de heer Rusland heeft zijn betoog gehouden. Als daar iets in voorkwam die niet toepasselijk was op dat moment, had het de hamer van de voorzitter niet mogen passeren. Ja, ja. Dan had de voorzitter daar moeten ingrijpen. Nou, alles wat de hamer passeert, gaan we vanuit, ja, dat geoorloofd. Het geoorloofd is. Ja, ja. Het is toelaatbaar. Ja. En om de woorden van de voorzitter te gebruiken, het is volgens de gedragscode. De afgesproken gedragscode. Nou goed. De heer Rusland heeft zijn betoog gedaan. De heer Yogi heeft daar op geantwoord. En wat hier eigenlijk zeer teleurstellend is, is dat men als het ware, niet als het ware, men is nu met modder aan het smijten. Precies. Als je als partners in der tijd samengewerkt hebt, mm-hmm. en ik heb altijd gezegd, de VHP en de NPS zijn altijd goede vrienden geweest. Het is voor het eerst in de geschiedenis voorgekomen dat ze elkaar eigenlijk de brui gegeven hebben in de samenwerking. Dan moet er iets fundamenteels aan de hand zijn. Wat wij dus nu doen, is dat we op sensatie en de gevolgen aan het inzoomen zijn. Terwijl we eigenlijk een analyse hadden moeten uitvoeren waarom de NPS en de VHP daadwerkelijk uit elkaar zijn gegaan. En hierin zouden 1. De voorzitter van de NPS en de voorzitter van de VHP het voortouw moeten nemen om het volk gewoon objectief te informeren. En misschien een tip aan u, dat u beide heren een keer aan tafel uitnodigt en zegt, kijk u heren, dit is het gevolg van slechte of geen communicatie. Laten we in deze uitzending met z'n drieën, u bent degene die het leidt, en de twee heren doen hun verhaal. En daar kunnen de scherpe randjes afgeveild worden. Dat is iets wat die heren zouden moeten doen. Dan weet het volk ook wat daadwerkelijk het probleem is. Ja. Nu gissen we. En met modder smijten is geen goede zaak. Maar het mooie is, in plaats dat men daar
de belangen van het land behartigt, is men politiek aan het bedrijven. Een zeer kwalijke zaak. En dat reken ik de voorzitter ook aan. Dit soort zaken hoeven de hamer in DNA niet te passeren. Wil men politiek bedrijven, moet men dat op een politiek podium doen. Vind ik ook. Oké, dat is één. Twee, waar ik me uitermate ook aan erger, is het feit dat DNA inefficiënt, niet productief, ja, en ineffectief vergadert. Hoe vaak komt het niet de laatste tijd voor dat een vergadering wordt geschorst? En een schorsing doe je voor een paar minuten om even overleg te plegen en de koers te bepalen. Punt uit. De leider bepaalt op dat moment van dit gaan we doen en het volk zit te wachten. Niet alleen het volk, media, iedereen wordt ingezet voor een goed verloop van de vergadering en men gaat het voor uren schorsen. Dan is het ook logisch dat regeringsleden op een gegeven moment weglopen, want ze hebben ook dingen te doen. Dan daar te zitten en te wachten. Nou, wat ook een heikelpunt is, is dat er de laatste tijd frequent geen quorum is verleend in DNA. Als coalitie moet dat een kritische indicator zijn om te kijken wat je sterkte nog steeds is binnen een coalitie. Want als je de coalitie vormt, moet je dus eigenlijk altijd voor zorg dragen dat er quorum is. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een van de belangrijke taken ook van een coalitie. En we hebben frequent gezien de laatste periode dat dat niet gerealiseerd is. Dus over de gehele linie verdient DNA, los van het feit dat ik ze niet deskundig en productief vind, mm-hmm. verdienen ze ook een vette onvoldoende als het gaat om budget. Als het gaat om geld van het volk. Want men eet, drinkt en zit in airco's op kosten van het volk. Ja, ja. Dus dat soort dingen moeten allemaal ook aangepakt worden. En eigenlijk moet er een soort van boeteclausule nu komen in DNA. Als iemand de vergadering bewust verstoort, mm-hmm. dan zullen de kosten op die persoon verhaald worden. Met andere woorden, mensen, DNA-leden hebben een schadeloosstelling. Ze hebben geen salaris, toch? Ze hebben een schadeloosstelling. Ja, klopt. Dan wordt hun schadeloosstelling aangewend om de kosten die door hem of haar zijn veroorzaakt, te verhalen. Want amoni denayo, die schadeloosstelling krijg je omdat je goed werk verricht hebt. Anders is het geen schadeloosstelling, ja, toch? Ja. Dan zou men het een representatietoeslag moeten noemen. Tego, yes, don so so, en je doet geen moer. Dan is het een representatietoeslag. Maar ik denk ook, hè, het leiden van de vergadering, hè, ik denk dat als wij, ik heb gekeken naar mevrouw Harriet bijvoorbeeld. En mevrouw Harriet is een pittige vrouw. En die is altijd zo scherp, weet je. Maar ik vraag me af, wordt de vergadering op een deskundige manier geleid? Dat is de vraag die ik mezelf stel. Als ik zo kijk naar het beeld dat ik daar zie, dan denk ik bij mezelf, heeft ze de kwaliteiten om de vergadering te sturen? Kijk, bij meneer B. merk je nog een beetje rust. Maar bij mevrouw Harriet zie je meer iets van, ja, weet je, pittigheid. Pittigheid, maar is dat deskundig genoeg om de vergadering te leiden? Pittigheid moet je als DNA-lid hebben als je achter het gestoelte bent. Daar moet je pittigheid. Kotaka ajuma, dat in pepre a ajuma. Als je de hamer hebt, mm-hmm. ben je een verbindenaar. Je moet verbinden. Je moet partijen tot elkaar brengen. Je moet het gesprek niet gaan leiden, je moet het gesprek slechts sturen. Ja? Maar wat is het probleem? Het probleem is acceptatie. Kan het zijn dat de heer Joggi als DNA-lid van de VHP, die al 4 termijnen in DNA zit en zichzelf zeer ervaren vindt, kan het zijn dat hij mevrouw Ramdin, die haar eerste termijn nu opnieuw bij de VHP heeft, niet accepteert, zijnde degene die de hamer hanteert. Snapt u dat? Ja. Als die gezagsverhouding buiten de vergadering anders is, in hiërarchie misschien binnen de partij, waar, ik zal een voorbeeld aankaarten, dan gaat het volk ook weten waar ik het over heb. Waar een DNA-lid uit Saramaka
met de president naar Nikeri gaat en de president in Nikeri informeert wat de ontwikkelingen zijn. Zij... Op het podium praat namens de partij wat de ontwikkelingen in Nikeri moeten wezen. Terwijl ze hoeveel familieleden hebben? Terwijl je daar vier VHP-assembleeleden hebt, dan komt een assembleelid uit Saramaka in Nikeri vertellen wat de problemen zijn, wat er gedaan moet worden en die richting gaat geven. Oh, dus daar heb je al een machtsverhouding gezien. En als die machtsverhouding er niet is, laten we ervan uitgaan dat die er niet is, dan hebben die vier leden in Nikeri behoorlijk verzaakt, want ze hebben die DNA-lid uit Saramaka de ruimte gegeven om hun terrein af te pakken. Dus terug naar DNA. Mm-hmm. Hoogstwaarschijnlijk speelt een machtsverhouding hier een behoorlijke rol, waar een VHP-DNA-lid de hamer bij een andere VHP-DNA-lid niet accepteert. Ja? Want als het gedrag dat zo daar geëtaleerd is, ergens anders zou plaatsvinden, dan denk ik dat zo'n volksvertegenwoordiger het boetekleed had aangetrokken en zegt, ik herken me niet hierin, ik herken me niet meer bij zo'n partij, ik herken me niet meer dat ik gedragen word of geaccepteerd word, dus ik trek mijn conclusie. Maar laten we één ding niet vergeten. Zo vaak hebben we felle discussies ook binnen de coalitie gezien die uiteindelijk tot niets geleid hebben. Dus het kan weer iets zijn van een afleidingsmanoeuvre. Je weet, heel vaak zijn er afleidingsmanoeuvres toegepast en uiteindelijk Sranang Vergiti zijn het daadwerkelijk probleem in Akondre. Nee, ik denk het. Ik denk niet dat de NPS zou meewerken aan zo'n afleidingsding. Ik denk het niet. Ik denk dat dit is iets dat speelt. Want u praat over de VAP bijvoorbeeld. Meneer Rusland heeft vandaag gezegd bij IBC dat assembleeleden van de VHP, die assembleeleden hebben hem gecomplimenteerd. Luister heel goed. Meneer Rusland is fel, echt fel allemaal naar VAP in het parlement. We hebben het allemaal gehoord. En assembleeleden van de VAP heeft die man een compliment gemaakt. Ik wil dat best geloven. Ja, maar dat zeg ik. Meneer Rusland gaat niet liegen. Dus dat zie je al, die verhouding. En ik ga u ook direct vertellen, er zijn ook VHP-DNA-leden en VHP-ministers die mij steunen om het goede binnen de partij teweeg te brengen. Dus daarom zeg ik geloof meneer Rusland. Want DNA-leden die oprecht zijn, die kijken niet hoe er op de man gespeeld wordt of hoe een persoonlijk gevecht daar als veete wordt uitgevochten. Men kijkt naar het nationale belang. En dat is eigenlijk ook de ware inborst die gezocht moet worden bij DNA-leden. En u kunt andere DNA-leden ook gaan vragen, al zijn ze nou van de coalitie, ik noem maar op van de ABOP of de NDP of wie dan ook, als ze met goede ideeën komen en ze verdedigen het heel goed, dan geef ik ze ook een compliment. Ja. En zelfs binnen de coalitie geef ik complimenten aan andere fractieleiders. Waarom? Omdat ze doen wat gedaan moet worden. Snapt u? Ja. En ik hoop dat ik hiermee ook mijn nationale inborst aangeef. Wat goed is, zal ik complimenteren. Wat slecht is, zal ik bekritiseren. Maar kritiek, daar moet je iets mee doen. Ja. Kritiek wordt niet zomaar geuit. Kritiek wordt geleverd omdat men verandering wil. Of omdat iets fout is. En heel vaak zie je dat bij kritiek men direct met de hakken in het zand gaat staan, zichzelf afsluit en je als het ware tot vijand verheft. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Juist zou men moeten zeggen, leg me uit wat u precies bedoelt. Leg me uit wat u wenst. Of geeft u een advies. En heel vaak heb ik ook adviezen gegeven. Maar er wordt niks mee gedaan. Dus moeten we als volk ook scherp blijven. We hebben een nationale agenda. We hebben een partijagenda en we hebben een persoonlijke agenda. Welke agenda speelt op dat moment een rol? Mm-hmm. Het is niet gisteren bekend dat de twee ex-ministers van de NPS functies bekleden binnen de overheid. Ja.
Het is niet vanaf het moment dat die mensen weg zouden gaan, waren ze al geaccommodeerd. Ja, inderdaad. Zijn ter beschikking gesteld, of niet? Ter beschikking stellen wil zeggen, u bent beschikbaar en u zit thuis. U verdient als, nog. U blijft, uw salaris is gegarandeerd, maar u hoeft niet op het werk te verschijnen. Bij deze twee ex-bewindslieden, als ik goed geïnformeerd ben, weet ik dat ze gewoon meedenken, meedoen en meewerken. Ah, oké. Ja? Ik, op het kabinet van de president? Via het kabinet van de president, moeten we zeggen. Ja. Want de voormalige minister van Rom heeft nog een vette vinger in de pap op Rom. Mm. De vorige minister van Onderwijs is aangesteld binnen het kabinet in een bepaalde functie. En dan ligt het aan des presidents om haar in te zetten waar hij dat wenst. En daar zit u weer een bepaalde contradictie. Dat nieuwe ministers op departementen aangeven wat er allemaal fout is gegaan. Wat niet goed was. Als we bijvoorbeeld kijken naar onderwijs. Ja. Is daarna voorgekomen dat er behoorlijk gesjoemeld is met schoolvervoer. Dat er binnen de hiërarchie zaken zijn, zich hebben afgespeeld die niet pluis waren. Daardoor zijn er ook staf- en directieleden ontheven. Dus dat wil zeggen dat daar zaken niet op orde waren. Meneer Ruslaat ontkent. Als die zaken niet op waarheid berusten, dan moeten degenen die daarvan beticht worden, dat ook aan het volk komen vertellen. Want nu hebben we slechts informatie. Natuurlijk krijg ik informatie achter de schermen, maar voor het volk naar de gemeenschap toe. Ja. Als iets niet juist is, moet je dat ook corrigeren. Ja. En waar ik vaker van de president vernomen heb, dat er correctie gaat plaatsvinden bij zaken die niet goed en richtig verlopen zijn, heb ik dat niet gemerkt. En een van de belangrijke agendapunten, een behoorlijke tijd terug, langer dan een half jaar inmiddels, was dat er een reshuffling zou komen, was dat er een tweede helft gespeeld zou worden. Mm-hmm. En als je een tweede helft speelt, speel je dat met andere spelers. Tot nu toe is dat niet gekomen. En wij weten als geen ander dat de andere coalitiepartner daar heftig tegen heeft geprotesteerd. En als je het dan bekijkt, dan zeg ik nog steeds, het ontbreekt daar weer aan leiderschap. Net zo goed had het staatshoofd gewoon niks gezegd, ja. Maar had hij achter de schermen eerst goed moeten praten, want dat, zo hoort het. Je gaat eerst met je coalitiepartner achter de schermen praten. Mm-hmm. Hoe ziet u het? Wie gaan we vervangen? Is het raadzaam? Hoeveel tijd hebben we nog? Want nu komen ze, eerst zeg je gaat reshuffelen en daarna kom je zeggen, ja, attentia to tumsi voor reshuffelde man, want als er een nieuwe minister komt, moet die nog ingewerkt worden. Ja. Nou, ik ga daar direct een antwoord op geven. Er zijn genoeg technocraten in Suriname die niet ingewerkt hoeven te worden. Want een minister, ja, is slechts een politieke functionaris die een politieke functie bekleedt. Die minister in zijn eentje gaat niet het hele werk kunnen doen van een ministerie. Ja, ja, ja. De directeur moet met zijn directie en stafleden dat ministerie gaan draaien. En die minister kan een kneus zijn. Want je ziet nu ook ministeries, ondanks dat ze niet functioneren, ja, ik ga het woord kneus niet gebruiken, zie je dat er toch nog niet ondeskundige ministeries worden geleid door ondeskundige mensen. En dan praten we niet alleen over ministers, directeuren of OD's of whatever. Binnen de gehele linie zie je dat die ondeskundigheid ontbreekt. Die daadkracht ontbreekt. En een van de belangrijkste motieven die steeds op tafel gelegd wordt, is money no de. Ja. Maar als we kijken naar niet zo lang geleden, vakbonden hebben geprotesteerd. Dus men zei, we zitten in de onderhandeling. En dan zegt deze regering, wij zijn in dialoog. Maar als je in dialoog bent, wil zeggen dat de andere partij geen recht heeft op staken. Dus als zou men dan staken, dan doet men dat voor één dag. Want dezelfde dag span de overheid een kort geding aan bij de groene tafel. En die mannen worden dan gedwongen, omdat ze dan geen gegronde reden hebben om te staken. Maar als mensen een aantal dagen gestaakt hebben, wil dat zeggen dat ze wel gegronde reden hebben om te staken. Ja. Somessa-san,
Dan pas komt de regering over de brug, want de mensen willen een bepaalde koopkrachtversterking. Dan pas, want de regering zegt continu money no de, money no de, money no de. En dan komt de regering plotseling over de tafel als zijnde de grote overwinnaar, als zijnde de messias. Van Luku, we geven jullie geld, we luisteren naar het volk, jullie hebben lang genoeg gepinaard. Mm-hmm. Hier, we geven jullie dat. Beste mensen, het woord minister betekent dienaar van het volk. Je moet het volk dienen. En nu lijkt het erop alsof ze het volk een gunst geven. Ja, ja. Dat is een zeer vervelende en verkeerde insteek van leiding geven in dit land. En dan zie je plotseling dat Amoni wel deed. Want als je met pijn... Amoni Mopo. Want ze hadden een tekort van bijna 450 miljoen maandelijks. Hoe gaan ze wat ze nu gaan geven dekken? Nou, ik kan een aantal scenario's gaan bedenken. 1. Amoni ben de, maar bij man is mijn queen Samoniga volk. 2. Amoni no de. En als de minister van Financiën niet liegt, dan amo au pers en baka indirect. Want luister, beste mensen, men had niet 1 SRD-korting moeten vragen op government take. Wat is government take? Government take is in mijn optiek een illegaal iets, is niet bij wet geregeld. Government take heeft de regering geïntroduceerd als zijnde een melkkoe naar het volk toe. Ja? Alle belastingen die geïnd worden moeten bij wet geregeld zijn. En de government take is dat niet. Laten ze dat gaan informeren bij echte belastingdeskundigen. Mm. Dan had de vakbond daar niet moeten zeggen, we willen een korting op die government take. We willen een korting op de literprijs. Op de eenheidsprijs, ja, om het maar zo uit te drukken. Ja, ja, ja. Dan kunnen ze nooit zeggen van, hou die 3,50 maar aan als government take. Om het zo uit te drukken, want het is nu toch in het systeem. Maar je moet 1 SRD van de prijs afhalen. Want de basisprijs. Die basisprijs, die eenheidsprijs. Ja. Wat ga je straks krijgen? Men gaat die 1 SRD van die government take weghalen. Mm-hmm. Maar men gaat op de eenheidsprijs verhogen. Mm-hmm. Dan zit je toch met hetzelfde. Ja, precies. Weer broekoe, poort broekoe. Precies. Nou goed, de vakbonden hebben geld gekregen. Die actie bleek op een gegeven moment tot 2 spalten te leiden binnen. Eigenlijk 3 spalten moet ik zeggen, want je had de chowmen eters die heel snel met de regering rond waren. Je had een deel van de gezamenlijke vakbonden die een aparte regeling hadden gekregen. En als ik me niet vergis is dat geweest bij de Surinaamse politiebond. Ik zag een document waarin stond wat de toelages waren bij nachtdiensten, bij maaltijdvergoedingen en dergelijke. En dan had je een deel die nog steeds ontevreden was. Onder andere volgens mij de groep van Kool. En de Blanker. Meneer Blanker en meneer Salons. Mm-hmm. En een deel van de leerkrachten. Nou goed, dat is op een gegeven moment ook weggeëpt. Wat is daadwerkelijk bereikt? 1 SRD. Korting op government take voor de periode van een maand. En koopkrachtversterking, een bepaald bedrag, 2500 naar 3500 voor 6 maanden. Unum vergiti dat dit continuering is van wat ze voorheen hadden. Men had toen die koopkrachtversterking van 1800 voor gepensioneerden en gelijkgestelden en 2500 voor ambtenaren was geïntroduceerd, had men afgesproken een half jaar. Mm-hmm. Half jaar zou toch per 1 december zou het toch vervallen? Ja, men gaat door ermee. Maar met de 1000 SRD erbij. 1000 SRD is conform wat eigenlijk nu waar je voor hebt ingeleverd. Als we een vergelijking trekken, ik ben geen econoom, maar ik kan wel over die onderwerpen meedenken en meepraten, mm-hmm. is waar de VES zegt, luister, we hebben een waardevermindering gehad van 400%. Ja. Dat is ook uitgelegd, maakt niet uit welke formule je gebruikt. Uiteindelijk kom je uit, de facto, om en bij dat bedrag van 400%. Het is iets lager, maar het zit in de buurt van die 400. Als die vakbonden, en ik ga het nogmaals zeggen, volgens een strategisch plan werken ze niet op basis van day-to-day business. Niet op basis van een maand, niet op basis van een half jaar, maar op basis van minimaal 1 of 2 jaar. Dat is strategie. Daarmee geef je de richting alvast aan en weet de overheid waar ze zich aan moet gaan houden. Ja, ja, ja. Waar je naartoe wil. Want de overheid gaat je altijd
met een tijdelijk iets tevreden houden. Jij beëindigt je actie en over een maand of twee hebben we hetzelfde probleem. En ik wil best, als het om nationaal belang gaat, wil ik mensen best strategisch adviseren hoe iets aan te vliegen. Ja. Maar nogmaals, ik zei het net over DNA. Mm-hmm. Die zelfreflectie moet er zijn en men moet ook leren om van anderen te leren of zaken aan te horen. Dat is ook een kunst. Nou, als men, want de regering streeft naar nationaal belang. Mm-hmm. Politieke partijen streven naar nationaal belang. Vakbonden streven naar nationaal belang. Nou, als het om nationaal belang gaat, ben ik bereid een ieder te adviseren en te helpen. Ja. Alleen moet je wel aankloppen en je moet een plan hebben die aansluit op strategie. Het moet niet iets zijn, want in de tijd was het zo dat een bepaalde vakbond ging staken omdat ze een gesprek wouden met de president. Is een gesprek met de president een issue die verbetering, lotsverbetering brengt voor uw leden? Nee. Snapt u? En nu hebben we eigenlijk waar mensen recht op hadden, hebben ze gekregen. En ze lopen nog steeds achter. Want als je 400% armer bent geworden, hadden ze op zijn minst 200% moeten eisen. Toch? Die 200% had je op de helft gezeten. En natuurlijk kan ik hier in de uitzending komen vertellen hoe dat stramien gevolgd zou kunnen worden. Maar kijkend naar de tijd zal dat niet lukken. Want u heeft ook een aantal onderwerpen volgens mij die de revue moeten passeren. Maar nogmaals, als DNA, als we nu kijken naar DNA, hetgeen wat ze gisteren heeft voorgedaan, is een treurige gebeurtenis geweest in het democratisch bestel van dit land. Ja, ja. Mooi, u zit thuis en als u een vraag hebt, kunt u dat nog even inbellen hoor, als u wil. Is een open uitzending met de heer Vishnudar. Je kan het ook appen naar het nummer dat nu in beeld komt. Dat is 84-507. Kan je dus dan appen of een belletje doen. Gewoon bellen in de uitzending. Terwijl we bezig zijn, mag je bellen of een app sturen. Dan nemen we die zaken wel mee. Maar NPS, hè. Als we even kunnen zitten bij de NPS. We zien dat de NPS nu wel reageert op de zaken die gegooid worden. Ik heb meneer Rusland boos zien reageren in het parlement. Zegt u terecht dat hij dus dan nu boos reageert? Maar laten we even kijken naar de beller. Dan komen we op die vraag. Dan kunnen we even op die vraag gaan. Berto, lukt het? Ik zie een beller. Lukt het? Ik zie wel hier een beller. En hoe zie je dat niet? Er is wel een iemand aan de lijn. Oh, maar ik zie wel iemand hier. Niet nog? Oké. Misschien kunt u opnieuw bellen. De persoon die aan het bellen was. Misschien kunt u opnieuw bellen, want ik zie wel dat iemand aan het bellen is. Maar goed, we gaan verder hier. We hebben maar één nummer hier, Alberto. Oké. Maar goed, die vraag. Dat de NPS dus dan nu wel... Die persoon belt weer. Heb je het nu wel? Dat is best wel vreemd. Nu pas, ja, hij heeft het. Sorry voor het ongerief hoor, want we moesten even samen communiceren hier. Ja, we hebben iemand aan de lijn. Goedemiddag met de studio. Ja, goedemiddag. Ik ben zeer aandachtig aan het luisteren naar meneer Vishnudar. Wat is u alleen dan politiek geweest? Bent u er nog? Ja, wat is uw naam? De heer Vien. Oh, meneer Vien, zeg het maar. Ik zit heel aandachtig te luisteren naar meneer Vishnudar. Ik kan namelijk het niet zo plaatsen. Politiek geweest wil ik namelijk weten waar deze man staat, voor welke politieke partij hij namelijk staat, want dat wordt zo af en toe heel onduidelijk. Ik heb vernomen dat het een VAP'er is en dat hij dus in nauw contact staat met Jan. Maar mijn vraag is, aan welke politieke partij is hij gelieerd? Want ik heb namelijk contact gehad met de VAP-toppers en ze zien hem liever gaan dan komen. Dus ik wil eigenlijk weten waar hij persoonlijk staat, want als ik hem hoor praten en tussen de lijnen door, gaat het mis, omdat de aanbod in de regering zit.
En als hij namelijk zijn aanval pleegt, is het 9 van de 10 keer richting de ABO, nooit de VAT. Maar alleen ik heb nieuws voor meneer Visnudar. Als je de corruptie namelijk in geld moet uitdrukken bij de VAT en de VAT-ministeries en de ABO-ministeries, dan staat de VAT onbedreigd nummer 1 wat corruptie betreft. Dus ik weet niet of het ooit is goed, of het ooit goed komt met de VAT als ze het land gaat regeren. Ik denk het persoonlijk zelf niet. Want als je dit gewoon goed kijkt, en ik ben iemand die bij justitie een affaire ingevorderd is, ik heb daar gewerkt, is de VAP voor mij niet meer dan een criminele organisatie. Als je allemaal ziet wat deze mensen aan het doen zijn, Gerald. Ja, ja. Dus in mijn vraag is, waar staat Vis nu dat eigenlijk? Is hij van de VAP? Want ik heb gehoord dat hij namelijk aan het flirten is met diverse partijen, onder andere NPS. Mijn duidelijke vraag is, waar staat hij? Bij welke politieke partij is hij namelijk ingeschreven? Want het is heel onduidelijk wat deze man doet. Net als Belfort, er wordt heel veel gepraat. Alleen je ziet namelijk nooit het plan om Suriname uit die katibot te halen. Dat was mijn vraag, Gerald. En ik wil je bedanken voor de gelegenheid geboden. Dank je wel. Meneer Vien, dank je wel voor het willen bellen, hoor. Alsjeblieft. Oké. Mooi, en dat is een hele duidelijke vraag. Je zit aan het flirten met andere partijen. Ik vind het ook een terechte vraag. Oh, oké, okay. Nice. U moet, als mensen vragen hebben, wil dat zeggen dat er onduidelijkheid is. Ja. En als er onduidelijkheid is, moet dat opgehelderd worden. Meneer Viemt en luisteraars, ik ben vanaf 2012 lid van de VHP. Op dit moment ben ik nog steeds lid van de VHP, omdat ik de statuten en het huishoudelijk reglement van de VHP nog steeds onderschrijf. Het is niet hetgeen dat nu uitgerold wordt door de VHP wat daar staat. Dat is niet de ideologie geweest. Dat is ook niet de visie. De visie, want meneer Vian zegt, als je kijkt naar de bedragen, dan kan ik me wat daarbij voorstellen, want er wordt gezegd, VHP-ministers krijgen meer geld dan ABOP-ministers. En het is niet zo dat ik van de 9 van de 10 gevallen de ABOP aanval. Mm-hmm. Ik val niemand aan. Ik bekritiseer iedereen, ook de VHP. En dat heb ik net ook gedaan. Mm-hmm. Ja, waar ik gewoon keihard gezegd heb dat zaken niet goed gaan. Mm-hmm. Het staatshoofd is een VHP'er. Komt uit de geledingen van de VHP. Dus nogmaals, ik ben nog steeds lid van de VHP. En ik hoop dat VHP'ers ook inzien dat het anders moet. Dat is één. Mm-hmm. Ik ben niet aan het flirten met andere partijen. Ik ben in gesprek met andere partijen. Want we zijn allemaal Surinamers. Mm-hmm. Dat we een andere weg bewandelen om Suriname beter te maken, is allemaal goed. Mm-hmm. Maar we moeten er wel voor zorgen dat we geen vijandschap creëren in deze samenleving. Maar dat we in harmonie met elkaars leven. Want als ik nu een bemiddelaarsrol zou moeten vervullen in hetgeen wat in DNA plaatsvindt, had ik het anders opgepakt. Ja? Wat ik al eerder zei, men is met modder aan het smijten. Dat hoort niet thuis. Want we zijn nog steeds Sranamangs. We moeten het samen doen. En daar sta ik voor. Daarom ben ik met al mijn vrienden in gesprek. Als mijn vrienden me uitnodigen, en dat is ook het geval geweest bij de NPS, als het bestuur van de NPS mij uitnodigt voor hun verjaardag of wat dan ook, dan ga ik daar als goede vriend. En niet als politieke vriend, maar als goede vriend. Want ik ken mensen niet alleen via de politiek, ik ken mensen ook als mens zijnde in de samenleving. Ja, maar als je naar een politieke activiteit gaat van de NPS, dan ga je niet naar je vriend, maar dan ga je naar de politieke activiteit. Dan is dat politiek. Nee, dat hoeft niet. Daar wordt geen politiek bedreven. Ik ben slechts aanwezig. Ik praat niet op het podium. Ik zeg mijn zienswijze niet. Ik getuig daarmee de inborst dat ik de NPS niet als vijand zie. Ja. Ik getuig daarmee het feit en ik geef hoogstwaarschijnlijk het goede voorbeeld, zoals het eigenlijk betaamt in een goede samenleving, door problemen die er zijn, ja, mm-hmm, niet verder af te schuiven op het volk. Niet verder te zorgen van dat er nog grotere spanningen en afstanden ontstaan. Want uiteindelijk zijn het deze kleine dingen die ervoor zorgen, die erupties die je nu ziet binnen de partijleiding en de partijtop. Dat hoeft niet het geval te zijn.
Ik wil ook aangeven, want meneer Vien zegt dat hij met toppers gesproken heeft. Van de VHP. Van de VHP. En die mannen zien me liever komen dan liever gaan dan komen. Dat klopt. Want als Vishnu dat de waarheid zegt, wat we beloofd hadden en wat we niet gedaan hebben, en waar bepaalde mensen gewoon bepaalde zaken die krom zijn recht spreken, dan is het niet goed. Want bij goed leiderschap geeft u ook uw fouten toe. En dat zorgt er alleen voor dat uw leiderschap toeneemt. Ja? Mm-hmm. Ik ben niet uit om via een partij iets te bereiken. Jammer genoeg heb je wel een partij nodig om in deze regeercoalitie terecht te komen. Was dat niet het geval, had ik de politiek nooit nodig. Kijk, de VHP wordt nu de afgelopen coalitie, worden ze voor boeman uitgemaakt. En in vele gevallen ook terecht. Ja? Maar als we gaan reflecteren naar afgelopen periodes, dan zie je dat het stramien al 48 jaar in Suriname aanwezig is. Meneer Vient, u mag me altijd contacten en met mij in gesprek gaan, want ik ben geen vijand van niemand in Suriname. Midoro opofutak nanga alamang. En ook zijn ideeën wil ik meenemen, want ik heb mezelf een missie opgedragen. En de missie is Suriname bijeenbrengen en met z'n allen nationaal belang nastreven. Dat is wat ik wil. Want van Bromtjidjari, nationaal dit, eenheid in gedachten of wat dan ook, er is niks van terechtgekomen. In mijn gevoel, als ik naar filmpjes als One People kijk en zo, zijn we anno 48 jaar daarna nog steeds op hetzelfde punt. En dat is zeer bedroevend. Dus nogmaals, ik richt mijn pijlen op een ieder. De NVS heeft ook in diverse uitzendingen bij dit mediahuis mogen vernemen hoe ik over zaken denk. Hetzelfde geldt voor de AWOP, hetzelfde geldt voor de VHP en hetzelfde geldt voor een aantal andere personen of partijen. En ik zeg natuurlijk ook partijen en het zijn niet altijd politieke partijen, want ik heb ook wel eens gesproken over de zienswijze en de werkwijze van vakbonden. Iemand zegt hier direct van, en precies zo sprak meneer Santokki. Juist, maar meneer Santokki heeft in der tijd bewezen dat hij al bestuurlijke functies vervuld heeft. Meneer Santokki is onder andere minister geweest van justitie. Meneer Santokki is de fractieleider geweest van de oppositie 10 jaar lang. Ja? Ja. Meneer Vishnudat zegt nu, en ik snap deze mensen, mm-hmm. want anderen zullen straks ook zeggen, hij lijkt op Santokki, dus hij praat ook als Santokki. Ik ben geen Santokki, ja? En ik kom met een hele nieuwe, andere manier van politiek bedrijven in Suriname. Ja? Als ik een politieke partij moet leiden, dan zal het bestuur slechts een administratieve organisatie zijn. Slechts administratieve taken moeten vervullen. En de politieke leiding zal dus moeten zorgen dat er gewerkt wordt volgens wat zo'n partij wil realiseren. Okay. Daarmee creëer je al een functiescheiding aan de voorzijde. Oké, okay. Er komen heel veel vragen naar binnen hoor. Ja. Ik trigger dit maar naar antwoorden die Yugi. Is, zoals meneer Vient gezegd heeft, is de VHP een criminele organisatie? Ik ben daar geen persoon om een uitspraak over te doen. Als mensen vinden dat de VHP een criminele organisatie is, dan hebben ze altijd het recht om justitie in te schakelen. Als u feiten en omstandigheden heeft, en die zullen er wel zijn, maar je moet het goed onderbouwen, dan zouden ook DNA-leden, want die worden op een bepaalde manier beschermd, mm-hmm. zouden het hef in handen genomen hebben en zaken gedeponeerd hebben bij het OM. Maar wat je ook in de samenleving hoort, is dat het fiducie vertrouwen in het OM ook geslonken is. Mm-hmm. Omdat men zegt, binnen de gehele linie zijn instituten uitgehold. En daar kan ik me wat bij voorstellen. Dus als meneer Vien zegt dat de VHP een criminele organisatie is, en dat blijkt straks door middel van een uitspraak van de rechter ook het geval te zijn, dan zal ik de eerste zijn die mijn lidmaatschap opzegt. Maar okay. Natuurlijk, als de VHP niet het veilige huis is, want er wordt gezegd, men ziet VHP en men ziet Vishnu dat liever gaan dan komen, dan is het misschien ook raadzaam, en dat heb ik al volgens mij 2 uitzendingen hiervoor al gezegd, dat Vishnu dat ook niet stil blijft zitten, maar dat Vishnu dat gaat kijken hoe hij met gelijkgestemden wel zorg kan dragen voor verandering in dit land.
Maar het moeten wel mensen zijn die geen strafblad hebben. Mensen die integer zijn en mensen die deskundig zijn. Dus bij deze doe ik eigenlijk wederom een oproep aan mensen. Als ze vinden dat er verandering moet komen en u wilt vernieuwing, neemt u contact met me op en we gaan in gesprek. Oké, okay. Heel kort die antwoorden geven voor meneer Vishnudat. Anders, er zijn heel wat vragen. Ja. Iemand zegt hier, meneer Vishnudat, ziet u zichzelf de komende 5 jaren nog bij de VAP? Concreet, schrijft de persoon. Nee. Niet? Kort en krachtig, totdat hij bij actie. Ik zeg nee, er zijn nog vragen. U kunt nog even inbellen hoor, als u wil. De lijn staat nog even open, meneer Vishnudat is hier. En ik denk dat hij capabel genoeg is om antwoorden te geven op die vragen. Dus belt u maar in en stel uw vragen. Kijk, als men zegt, want de perceptie is ook belangrijk in een samenleving. Als alleen een denkbeeld er is, los van feiten, zegt dat ook genoeg. Ja. Ja. Dat mensen openlijk zeggen dat de VHP een criminele organisatie is, zegt al wat. En daar moet de partijleiding eigenlijk ook nu het voortouw in nemen om dat te gaan ontkrachten. Want men zegt dingen niet zomaar. Oké. Volgend jaar heb je bestuursverkiezingen binnen de VHP. Gaat hij met een tegenlijst komen om de ideologie terug te brengen? Ik wil aan de mensen kenbaar maken. Mij is nog niet bekend dat het volgend jaar is. Mij is wel bekend dat op 29 mei 2022 de verkiezingen hebben plaatsgevonden. En volgens de statuten vindt er na 4 jaren een verkiezing plaats. De verkiezingen zouden gehouden worden in 2020, maar die zijn uitgesteld vanwege de COVID-situatie. Ja, ja. En daarna nog een keer. Nou goed, als men zeker weet dat de verkiezingen in 2024 gehouden worden, dan moet ik even een goede analyse loslaten. Is de VHP nog een partij waar de samenleving, dus niet alleen VHP'ers, maar de samenleving fiducie in heeft? Dan kunnen we een tegenlijst indienen. Ziet u dat niet, nu niet? Kunt u dat nu niet zien? Om die conclusie te trekken? Als ik nog voor de volle 100% vertrouwen had in de huidige leiding van de VHP, dan zou ik er niet naar streven om op een andere manier verandering te brengen. Mm. Met andere woorden, ik heb tot nu toe altijd een beweging op gang gebracht om het gedachtegoed te veranderen. In Suriname heeft men altijd tot nu toe bij verkiezingen gestemd tegen iets. Men moet leren om te gaan stemmen voor iets. Mensen die komen, die moeten zeggen wat ze gaan doen, hoe ze het anders gaan doen en whatever. Maar wat het belangrijkste is, als men niet in staat is te doen wat verwacht wordt, want het volk in Suriname moet ook leren dat de macht ligt bij hun. Als degene die jij gekozen hebt niet doet zoals het hoort, dan heb je nog steeds het recht via DNA om die mensen om een motie van wantrouwen in te dienen, toch? Ja, wordt ja. dat ingediend? Nee. En als daar niet gewerkt wordt, dan heb je toch als volk nog een aantal instrumenten om in te zetten om je ontevredenheid tentoon te stellen. Maar we zijn gewend om in de media, social media of whatever, ons geld te spugen, maar daadwerkelijk acties komen niet. Ja. Ik ben degene binnen de VHP geweest die mijn hoofd boven het maaiveld heeft uitgestoken. Om te zeggen, er moet verandering komen in het land. Maar ook, en dat is zeer, zeer belangrijk, beste luisteraars, ook binnen de VHP. Ik heb toch, en er zijn journalisten die me geïnterviewd hebben, er zijn artikelen over geschreven. Ja. En ik wil een van mijn artikelen, die gepubliceerd is in Suriname Herald, op 15 januari 2023, 1 dag... voor de verjaardag van de VHP, adviseer ik de mensen om dat artikel te gaan lezen, waar ik al zei, slechts nieuw VHP kan de VHP redden. Dus het is niet een kwestie van de situatie nu, zegt ervoor. Ik ben al 2 jaar bezig om te zeggen dat die verandering moet komen, ook binnen de VHP. En het is nog steeds niet gekomen. En wat men zegt, als je hartsleers bent, moet je het gaan voelen. En je hoort het al, zelfs de prominente VHP'ers zeggen, we worden afgestraft. Komt er een nieuwe politieke partij onder leiding van meneer Vishnudat? Ja. Oké. Okay. Dit is primeur voor ons. Of heeft u het ergens anders al gezegd? Nee. Als je verandering wil, ja, dan moet je met iets nieuws komen. En als je met iets nieuws komt, moet je ook met iets nieuws op het tentonele komen. En we weten met z'n allen, want er zijn een aantal mensen die een vergunning hebben aangevraagd voor een politieke partij. Mm-hmm.
En dat is tot nu toe niet afgegeven. Ja. Dus men loopt tegen barrières aan. Mm-hmm. Als deze regering oprecht is en ze geven me de ruimte, dan dien ik vandaag nog iets in. Maar ik ga het zeggen, beste luisteraars. Is het niet te laat? Is het niet te laat daarvoor? Niets is te laat. 18 maanden voor de verkiezingen? Niets is te laat, want we kunnen in een maand of twee maanden kunnen we een politieke partij hebben. Maar alles wordt tegengewerkt. Maar we hebben een beller. We, ja. we komen terug op het antwoord. Laat ons even kijken wat deze persoon zegt. U bent erin. Goeiedag. Hallo, goeiedag. Ja, hallo, goeiedag. Ja, goeiedag, meneer Fiend. Oh, u bent het weer. Zeg het maar, meneer Fiend. Ja, omdat niemand belt en dacht ik van, want ik heb naar zijn reactie geluisterd van meneer Vissenraad. Waar het bij mij om gaat, want hij zegt, hij weet niet of de VAP een criminele organisatie is. Nou, ik heb voorbeelden zat. Een van de voorbeelden is dat de Arbeidsministeries heeft de president een commissie gezet. En wat gebeurt er nu? Want dat kan je namelijk zo opvragen bij het ministerie van Financiën. Om het geld dat naar het Arbeidsministerie moet gaan, omdat er een president Sele delegatie daaronder zit, heeft de president een andere bankrekeningnummer gecreëerd. Om een voorbeeld te geven, als ze 100 euro moeten overmaken naar een Arbeidsministerie, komt het eerst op een aparte rekening waar alleen die jongens van de president bij kunnen. Wat doen ze met die 100 gulden? Dan maken ze namelijk maar 60 euro over. 60 en wat gaat Brunswijk dan doen? Dan gaat Brunswijk klagen. Wij krijgen namelijk niet genoeg geld om ons beleid uit te voeren. En hier komt het criminele, Gerald. Het zwaar criminele van de VAP. Want er blijft namelijk 40 euro hangen aan de strijftok. Waar is die 40 euro? Wel, daar heeft ik een loeken zoeken aan de maas aan de commissie, presidentiële commissie. Daar kan de loeken naar Noord van de Nijbouw, biggie appartementen, boom, biggie appartementen in de Nijbouw. 14 boys 21 jaar en 22 jaar. En toevallig lijken ze allemaal op stand, allemaal lijken op Santoki. Dan boy je bouw boom, biggie appartementen. En Brunswijk mag klagen dat zijn ministeries geen geld krijgen. In Gona en dan Brunswijk, dan moet sorry. Alleen Brunswijk weet niet waar hij moet gaan klagen. Brunswijk moet in principe aangifte gaan doen. Maar man, hij doet Brunswijk nog wat suffer. Hij moet aangifte doen van diefstal van die 40 euro. Omdat een Rabobar Sien van Financiën 100 heeft overgemaakt naar die commissie van een Chan die al die weten heeft. En mijn tweede vraag aan meneer Visnudat is, vindt hij niet dat er ook een commissie moet komen bij de VAP-ministeries? Want er wordt daar gigantisch veel gestolen. Er wordt meer gestolen dan gewerkt. Weet je, moeten daar geen commissies komen dan? Want die hebben allemaal vrij spel. LVV, die van onderwijs, die van gezondheidszorg. Die medicijnen uit India, die worden doorverkocht zelf in Guyana. Die man wordt multimiljonair overnight. Bent u zeker daar LVV heeft van Marokko, heeft hij namelijk kunstmest gekregen. Maar bent u zeker van LVV? Hoe komt hij om die dingen door te verkopen en dat geld komt op zijn bankrekening? Dus mijn vraag aan meneer Vissendaat. Moeten daar geen commissies komen bij de VAP-ministeries? Want ze plunderen het land leeg. Helemaal leeg. Meneer Vier, daarom heb ik het net over gehad. Meneer Vier, het kan niet anders dat dit gewoon een criminele organisatie is. En Chan vindt het maar prima. Omdat die mensen die rijk worden, allemaal op hem lijken. Want ik ken Chan vanaf zo'n periode als politiecommissaris. Hij heeft nog nooit iemand in een hogere functie benoemd of voorgedragen die niet op hem lijkt. Ik ken Chan heel erg lang. Meneer Fiers, dus, laatst is u dat hier antwoord op geven. Want als hij ervoor kiest om bijvoorbeeld lid te blijven van de VAP, dat betekent dat hij willens en wetens kiest om lid te blijven van een criminele organisatie. Een zware criminele organisatie. En dan mijn derde laatste vraag. Nee, maar meneer Fiers, gestuurd naar het DNA om het gokken en de casinowezen vrij te stellen van het betalen van BTW. Nou, als dit nu dat de rechtsgeschapen man is, hoe kan hij dit alleen maar een corruptie noemen? Het witwassen van gelden. En daar heeft
Kansantoki de deur wijd open gedaan voor die mannen. Om zo te doen wat ze willen. Want Chan, die zal nooit wat voor het publiek doen. Die zal alleen maar voor zijn familie en vrienden beleid uitvoeren met het geld van het land. Wat vindt meneer Visser daarvan? Graag antwoord. Meneer Vient. Ja? Ja. Goed dat u nu luistert, want ik probeerde u al lang te spreken. Maar luister, u heeft wat beschuldigingen gedaan. Bijvoorbeeld dat er heel veel geld gestolen is, genomen is. Van waar heeft u die informatie? Van waar heb die informatie, hè? Ja. Van mensen bij wie het namelijk daadwerkelijk is gekomen. Van mensen die daadwerkelijk aan het bouwen zijn. Nou, Gerald, informatie neer kon, dat jongen was nou kon aan jou, dat loop is aan je voel. Informatie neer kon, zo was hij. En nu zat dat je poes wat je dat gooien, nou, dus zo zijn dat hij die de 21, nou ja, tjawajari, die je bezig hebt, bouw gewoon appartementen, nou, dus zo zijn dat hij zei, want hij is met het alle wiki en winnen, zie je bij? En dan zat hij, want hij is niet. En zijn allemaal jongens van de commissie, zat Jan Epoti, dat de Arbeidsministeries. Het is namelijk niet zo moeilijk na te gaan. Daarna doen we als de actie om in Ipe bijvoorbeeld naar het ministerie voor de Sanidad. Maar ook een bedrag die u. Maar dat bedrag wordt niet overgemaakt naar de Abop ministerie. Wordt gemaakt naar de commissie van Cham. Oké. Okay. En daarbij 30-40% aan de strijdstok hangen. Dat de man van de INA-commissie, want je vraagt bewijzen. Dan geloeken de Malibi. Geloeken de Malibi. Geloeken de wat je zou ermee importeren. En ook nog krijgen ze nog over zich geen belasting te betalen. Geloeken de appartementen zouden ermee bouwen. Oké. Okay. Zo, wij actie niet dat you don't want to. Niet dat je dat nog niet voor die straf of zo. Meneer Vian, dank u wel voor het, voor het willen bellen. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, en hij heeft op zijn eigen manier onderbouwd wat hij gezegd heeft. Hij geeft aan dat mensen die bijvoorbeeld Kruiwagi, onder een bouwbiggie appartementen en allerlei dingen. Vindt u dat steekhoudend? Ik heb wederom goed geluisterd naar meneer Vient. En meneer Vient stelt 3 vragen. De eerste was commissies aangesteld door de president bij ABOP-ministeries. Daar blijft ongeveer 40% aan de strijkstok hangen. Ja. Als meneer Vient daar bewijs voor heeft, adviseer ik hem nogmaals om dat bij het OM te deponeren. Ik wil verduidelijken dat ik niet iemand ben om een oordeel te vellen als je een criminele organisatie bent. Daarvoor heb je instituten in dit land die dat moeten onderzoeken en ook moeten bevestigen. En als mensen de mening zijn toegedaan dat dat het geval is, hebben ze de wegen die ze moeten bewandelen. Ik heb net aangegeven, als straks blijkt uit een rechterlijke uitspraak of een onderzoek die via het OM loopt of whatever, dat de VHP een criminele organisatie is, dan zeg ik mijn lidmaatschap direct op. Als er een andere politieke partij in Suriname is die mijn ideeën deelt en waar ik mee kan bijdragen, als zijnde goede partners, dan sluit ik me aan. Waarom? De VHP biedt mij op dit moment geen ruimte. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar waarom zijn de mijn vrienden mijn oren zo? Ik ben op een nieuw zo. Laat de politieke partijen zich nu aanmelden bij mij en met mij in gesprek gaan en mij aangeven hoe zij die nieuwe weg gaan bewandelen. Want Vishnu, dat heeft een hele nieuwe manier van politieke landschap in Suriname. En dat bespreek ik ook met die mannen. En daar zijn ze direct terughoudend. Waarom? En dat heb ik ook bij de VHP gedaan vorig jaar. En daar heb ik een uitgebreid interview over gevoerd. Waar ik zei, het bestuur, mensen in het bestuur mogen geen, mogen geen ambtelijke functies vervullen. Mm-hmm. Je ziet nu waar het land mee te kampen heeft. Een president en een partijvoorzitter. Die partij kan geen vuist maken omdat ze die president niet kunnen corrigeren of tot de orde kunnen roepen. Dat we baka kuku in egi fatuno, om het zo uit te drukken. Terwijl ik gewaarschuwd heb ervoor. En ik heb duidelijk gemaakt wat de gevolgen zouden zijn. 2, over commissies die ingesteld worden bij de ABOP, maar niet bij de VHP, kan je het verhaal van 2 kanten bekijken. 1, de ABOP-ministers
voldoen niet. Dus er is geen vertrouwen vanuit de president naar deze mannen. Daarom wordt er een commissie tussen geplaatst. Maar als ik minister ergens zou zijn, en er, wie dan ook los van de president, iemand anders zou een commissie die leidend is onder mij plaatsen, wat moet ik dan nog als minister doen? Dan hou ik de eer aan mezelf en trek ik een conclusie. En ik heb de ABOD niet alleen bekritiseerd. Ik heb de maar zegt zij daarnet, de ABOD-ministers voldoen niet? Stel. Oh, stel, oké. Okay. Nee, goed. Ja, want ik zei, er zijn een aantal opties. Ja, ja. Al zouden ze wel voldoen, ik ga ervan, goed, het is het dreamteam van de president. Als je een dreamteam hebt, zijn het jouw dreamteam, dan moet je ook vertrouwen hebben in die mensen. Heb je geen vertrouwen in die mensen, moet je het vertrouwen opzeggen. Ja? Politiek-wise gezien. Als de ABOP vindt dat ze hun draai niet vinden en er wordt met twee maten gemeten, ja, dan moet de ABOP ook haar conclusie trekken. Dat heb ik gezegd. Of je tik aan slag, of je takkie, we zijn mans genoeg, we zijn een volwassen democratische partij in het land. Weet je wat, deze coalitie werkt niet, bekijken jullie het maar. Ja. Dan zet je de VHP alleen ervoor om te regeren en dan gaan we kijken wat de VHP ervan bakt. Als bij VHP-ministeries geen commissie... Ik heb nog veel vragen hoor, meneer Visjoen, dat kort houden voor ons. Juist, oké, dan ga ik even snel naar die derde vraag. Ja, ja. Waar ging die derde vraag over? Nee, die is al weg bij mij. Ik heb het niet opgeschreven. Oké. Okay. Volgens mij ging die derde vraag erom wat mijn standpunt is. Nou, mijn standpunt is nog steeds, ook met de heer Fiant wil ik in gesprek gaan. En ik ben nogmaals niet degene die dit soort zaken moet onderzoeken. Want ik ben slechts iemand die in Suriname woont. Iemand die als burger in dit land functioneert. Ja. En iemand die in het bestuurlijke geen vinger in de pap heeft. Oké, okay, we gaan naar een andere vraag. Want we hebben veel vragen hier staan voor u. Iemand zegt van... hij zegt het duidelijk, de VHP heeft hem niet ingezet. Duidelijk, hij eet niet mee, dus daarom is hij boos. Klopt dat? Dat klopt voor geen meter en dat heb ik verleden al gezegd. De VHP heeft me wel ingezet... En ik heb nooit 1 cent daarvoor gevraagd. Ja. Maar we moeten leren in dit land... Hoe heeft de VHP u ingezet? Ik ga even mijn zin af. We moeten leren in dit land om te werken voor het land... en geen show te maken als je iets doet in dit land... om het te komen vertellen aan de grote klok te hangen. Hangen, ja, ja. Ja? Ik heb in verschillende commissies heb ik geadviseerd... Ik heb mijn bijdrage geleverd op verschillende ministeries. Al praat ik met een minister en ik geef die minister adviezen mee, lever ik al mijn bijdrage. Ja. En onbezoldigd. Ja? Dus nou, maar nog aan contact me van, ik profiteer ervan of ik ben ontevreden. Meneer Fischen, dat heeft zelfs een conclusie getrokken door te zeggen dat hij zijn ondersteuning niet meer geeft aan bepaalde zaken. Maar als morgen... iets weer zich aandoet dat een nationaal belang is, dan doe ik het. Ik heb verleden een stuk geschreven, ja, over hoe men in Suriname omgaat met crisis en calamiteiten. En je ziet steeds dat men sterk in de repressie zit. Pas de wansamsa, dan gaan we aanvliegen, dan gaan we nadenken, dan gaan we dit doen. Kijkend een kleine reflectie naar de situatie wat zich heeft voorgedaan in het Matawai-gebied. We hebben 15 slachtoffers gehad. Die 15 slachtoffers hadden we binnen 24 uur. We hadden het met onze eigen middelen en onze eigen mensen kunnen oplossen. We hadden geen hulp nodig van het buitenland. Mm. Want het moment dat je iets als zelfstandige natie doet, geeft dat ook je power aan. Geeft het aan dat je zaken in place hebt. En geeft het aan dat men weet... dat je vertrouwen hebt in eigen kunnen. En eigen kunnen wil zeggen dat je eigen mensen vertrouwt. Anders zo. Ja. En dat is in dit geval niet zo. Want als je in je coalitie al je eigen mensen niet vertrouwt... dan vallen we morgen vara. Ja. Ja. Dus meneer Vishnu dat heeft zijn conclusie getrokken, beste mensen. En meneer Vishnu dat zegt nog steeds... als het om enge politieke belangen gaat, minode. Als het om het nationaal belang gaat, kan men nog steeds een beroep op me doen. Waarom blijft hij dan als VHP'er praten? Is het dan niet een stukje misleiding? Bedank en ga je ding doen. Want hij praat over nieuw VHP, etc. Wetende dat hij een nieuwe partij zal oprichten.
Is dat geen misleiding? Ik zie het niet als misleiding. Een misleider zou niks zeggen en zou plotseling met iets komen of zou een bepaalde zaak of wending aangeven zonder kritiek te leveren. Want als ik een ander goed huis zou vinden op dit moment, ja, en het gesprek zou voeren met die mensen, want je kan een goed huis hebben, maar als je niet veilig genoeg bent voor mij, mm-hmm, omdat ik mijn zienswijze niet daarin herken, ga ik me nooit bij je kunnen aansluiten. Dus we kunnen wel vrienden blijven en verschillende wegen bewandelen om naar het nationaal belang te werken. Maar, nogmaals, ik heb een visie, ik heb een missie en ik heb een strategie. Ja. En dat is allemaal een nieuw iets voor Suriname die drastische veranderingen teweeg gaat brengen. Waar zelfs de grondwet gewijzigd gaat moeten worden. Mm. Dus het gaat niet alleen om mensen in dit geval. Het gaat gewoon om een hele grondige revisie van het bestuurlijke in Suriname. Maar jammer genoeg bepaalt de politiek het bestuurlijke in Suriname. Ja, maar even zien, we gaan afronden. Anders blijven we doorgaan. We moeten naar andere items. Ik zie hier dat we al 1 uur en 14 minuten bezig zijn. Oh, dat valt mee. Ik heb interviews van 2 uur en 15 minuten zo gehad. Yeah. Want ik zeg nog steeds, als het volk vragen heeft, mijn betreffende, ben ik bereid dat te verhelderen. En nogmaals mensen, en ik hoop de medewerking te krijgen van DTV, van de studio hier. Als mensen vragen hebben en ze willen me contacten, zijn ze vrij om contact op te nemen met de studio. Mm. En dan kunnen ze mijn telefoonnummer bemachtigen. En dan kunnen ze altijd met mij in gesprek gaan. Maar nogmaals, want u gaat me straks een vraag stellen. Mm. Afsluitend, hoe denkt u daarover? Nou, gezien de tijd zal ik direct zeggen. Mensen, ik heb het al heel vaak gezegd. Laten we die ego's even aan de kant zetten. Ko Bondru. Want op dit moment praat ik zelf met mensen die niks te brokkelen hebben in de pap. Maar uiteindelijk zie je, ze herkennen mijn ideeën. Maar uiteindelijk zie je dat ze toch nog voor persoonlijk belang gaan. Mm-hmm. Ja? En dat is niet wat we zoeken op dit moment. We moeten eerst een verandering teweeg brengen in dit land. En dan gaan we kijken hoe we ieder tevreden kunnen stellen. Want een leider moet zorgen voor zijn volgelingen en niet alleen voor zichzelf. Toch heb ik een laatste vraag, hoor. Alhoewel de tijd is verstreken. Maar ik heb toch een laatste vraag voor u. Er komen zoveel nieuwe politieke partijen nu. Ik kan ze zo voor je opnoemen. Er komt nog een hele grote van jonge mensen, weet ik ook. En die zal zeker wel trekken. Als ik zo kijk naar die namen en die mensen die het gaan oprichten. Ik vraag me af, als we niet gaan verspillen met stemmen. Als we zoveel politieke partijen gaan krijgen. Moeten we jullie niet gaan bundelen? Ik bedoel, een soort van blok vormen? Ik weet niet. Maar verspilling gaat plaatsvinden, denk ik. Dat klopt. We leren er gewoon niet van in dit land. Ik heb al een tijdje, eigenlijk heb ik in 2020 al het touw genomen om te zeggen, er moet een middenblok komen. Ik noemde het toen middenblok. Je hanteert de term derde blok. Dat hebben we recent nog gebruikt in een interview bij Awas. Ja. Ik noem het, daar hebben ze het genoemd, het derde blok. Dat blok moet komen, want dat blok is het alternatief voor Suriname. Want ik in mijn eentje ga het ook niet in het begin redden. Zo eerlijk ben ik ook. Yeah. Niet de meeste mensen herkennen me. Want je hoort nu al mensen waar ik nog geen wapenfeit. Ik heb nul mogelijkheden gehad om dit land vooruit te brengen. Zit men me al af te rekenen. Dus je ziet dat die perceptie van mensen. Als het nou etnisch of ondeskundigheid is dat bij die mensen een rol speelt. Maakt niet uit. Maar je ziet al dat zijn de feiten waarmee je te maken hebt in Suriname. Wat ik dus heel simpel zeg. Al die kleine partijen, als je nou buitenparlementair bent of je zit nog in DNA, laten we met z'n allen gaan zitten en laten we kijken hoe het nieuwe alternatief zijn. Laten die mensen luisteren naar mijn ideeën. Mm-hmm. Want je ziet als het in Europa, als het in een ontwikkeld land als Nederland, waar 17 miljoen mensen wonen, en een meneer als Pieter van Omtzigt, die komt binnen van 0 naar 20. Waarom denk je niet dat het Vishnu dat gaat lukken? Ik ga niet al mijn troefkaarten nu op tafel leggen, want daarmee geef ik mijn strategie prijs. Maar als mensen oprecht zijn in deze samenleving, al zit je nou bij de VHP, de NPS, de ND, of waar dan ook,
Komt u luisteren, komt u, treedt u in gesprek met me en laten we kijken hoe we het gezamenlijk gaan doen. Want bij 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname moet er al een marginale verandering waarneembaar zijn. Ik heb zelfs in der tijd, waar ik dus eigenlijk finaal afrekende met die oude partijen, heb ik gekozen voor een twee-partijenstelsel in Suriname. Links en rechts. Zoals in Amerika, democraten, republikeinen. Tussen no de, die versplintering is er niet. Je gaat voor links of je gaat voor rechts. In Amerika en Engeland zie je hetzelfde. De liberalen en de conservatieven. Laten we misschien ook dat loslaten in Suriname. Want al die partijen, Tegeluku de statuut, ze lijken allemaal op elkaar. Het lijkt op een kopie, hè? Het lijkt op een kopie. Ja. Maar ze zijn allemaal niet, dus niet... Want als de statuten zeggen, je moet dat doen, wil dat zeggen dat er geen verschil van bedrijven van politiek in Suriname moet zijn. Maar wat bedrijft men in Suriname? Geen partijpolitiek. Het zijn enge persoonlijke belangen die een rol spelen. En zelfs in DNA beginnen die enge persoonlijke zaken een rol te spelen, waar er wordt gesproken over grondroof, waar er wordt gesproken over grondverkonver. Mene sap moro samim taki. Maar Surinamers, het is tijd voor verandering. Ik denk dat ik niet degene ben die het kan brengen, want ik ga jullie ook direct vertellen. Al komt er nu een nieuwe partij. Vishnu, dat gaat geen enkele functie in die partij bekleden, want dat is een echte leider. Een echte leider, die geeft slechts de richting aan. De mensen om hem heen, die doen het werk. Die partijleider bepaalt niet alleen. Want in mijn strategisch plan staat ook, het team van de politieke leiding neemt de besluiten. Een leider kan slechts coördineren. Ja. Dat is het verschil. En mensen gaan dan zien van, misschien moeten ze het licht nog zien. Niet in de tunnel hoor, maar op dit gebied. Ja, dus het is een hele, daarom ben ik niet met een politieke partij begonnen, beste mensen. Ik ben begonnen met een movement, een beweging, waar ik mensen bewust maak. Want we hebben in der tijd al een hele generatie verloren. We mogen niet meer zoiets meemaken in Suriname. Oké. We gaan eruit, meneer Vishnu, dat ik wil u bedanken. We hopen u spoedig weer te hebben in de uitzending. Dan kunnen we praten over de belangrijke actuele zaken. Dank u wel voor het toekomen. Alsjeblieft. Ja. De heer Vishnu Dat, met wie wij hebben gesproken in deze aflevering, tot vandaag is hij nog via Peer. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal hij zijn eigen politieke partij oprichten. Maar dat blijven we volgen. Het is de Mamoudaki toekomstmuziek. We zullen dat blijven volgen. Nou, dankjewel voor het willen kijken. Roberto Hofskerk heeft de regie gedaan. Ik ben Gerald Harderwijk. Tot later.